de one and only verbondsvoorzitter Dries van der Elst. Dat je persoonlijk aanspreekt. Daar hebben ze aanbod en vorming genoeg. Geniet met volle teugen van dit weekend. En weet ook, we zijn hier met redelijk veel, met een 3000-tal. Het is nodig dat we dat afspraken maken. Om die afspraken na te brengen, voor iedereen een werkelijk feest wordt van dit nieuwe schoutsjaar. Geniet ervan. En met trots kom ik hier nu aan de AKB koningin Fabiola van Edegem. Marceline. Fantastisch. Als je dat allemaal samen ziet,
Het geeft wel een tof gevoel. En waar we allemaal te samen zijn. En dat is gezellig ook. Ik vind een kamp weer gezellig, schoon, tof. Ik kan mijn vriend doorheen zitten, liedjes zingen, plezier maken. Heel leuk omdat je met een hele groep samen op de rond zit in de zwaan zelf. Ik doe aan een kampvuur mee liedjes zingen en vertellen en toneeltjes spelen. Het is wel lekker warm en het is gezellig en en het is ook gezellig met de vrienden al een kampvuur. Het is ook gezellig met honger en een kampvuur. De Kapolen, de Welpen, de Jong Gibbers, de Gibbers, de Plus 22 en de Eens, die deden echt een fantastische show. Thank you.
start bij mijn vrienden te zijn. Maar ik ben thuis vervelend, zondagavond en ik heb elke keer de televisie aanstak. En mama vond het niet meer leuk. Mijn moeder heeft mij de voeding gesmeerd en ik ben er altijd voor vrij gegaan. Ik heb voor de schaats gekozen omdat ik eerst 2 jaar in een gewone schaats gezeten heb. Maar omdat het 2e jaar dat niet meer zo goed ging, ben ik naar de AKB gekomen. Omdat daar mijn leeftijdsgenoten dan zaten en ook mensen met een Ik vind de skaats heel leuk, omdat je dan zelf kunt zijn en ook omdat je ja, met je vrienden iets kunt doen. Ook leuke dingen doen. Zoals leuke spelletjes om ze bij spelen. Heel lekker eten. Ik zit nu in Leiden en ik heb daar een jaar voor moeten oefenen. Wij hebben 3 rollen moeten doen: clown, agent en verzorger. En stages en zo hebben wij ook moeten doen. Bij 3 verschillende takken: bij de kapoenen, bij de welpen en bij de jongieters. Staan omdat je dan met kinderen bezig bent en ja, dan leert je hoe dat je met kinderen moet omgaan en dat ze leuk als ze wat anders zijn. Ik vind de scouts kei tof en voor degene die toch van plan is om naar de scouts te gaan, doet dat is dus echt kei plezant en je zult er echt van genieten.
heel tof. Elke dag super leuke spelletjes. Vettige dag, een dag omgekeerd. Wij spaghetti kunnen elkaar in de spaghetti duwen. Ze moet plezier maken en moet je al kijken van maken. Verschillende dingen doen, als bijvoorbeeld spelletjes spelen, knutselen, een kamp bouwen of ik weet niet wat. Dat is echt kei tof. Een tentenkamp vind ik zo leuk omdat je in de open lucht slaapt. En als het regent, dan moet je gatjes graven. En zorg je dat je tent hoog staat in de huis, want dan is het heel te koud in je tent. De tent is leuk om te slapen. Om ik er lekker kan voor liggen. Lekker warm.
van de warmte, gezellig tot het vuur opbrandt. Ik heb vuur in mij, ik wil wel iets wat anders. Ik wil heel mijn leven branden. Ik ben er weer een sloeien bij. En weet wat ik heb? Ik heb vuur in mij. Met veel plezier, geef een lach ook al zij de boos. Alleen zij de boos, ga er samen voor. Ik heb vuur voor mijn ogen als ik dit hier schrijf. En als het goed overkomt wil ik hitte krijgen. Beweeg, leef je uit en speel een spel. Doe mee of verveel je snel.